volwassenen- en jeugdstrafrecht. Bij strafrecht gaat de rechter kijken of iemand iets strafbaars heeft gedaan. De straffen zijn verschillend voor kinderen en volwassenen. Als kinderen iets strafbaars hebben gedaan, wordt er vooral geprobeerd om hun gedrag te kunnen veranderen. Dit wordt ook wel een pedagogische aanpak genoemd. De nadruk ligt op het begeleiden van het kind in plaats van het uitdelen van harde straffen. Jongeren van 12 tot 15 kunnen maximaal 1 jaar in de jeugdgevangenis komen en jongeren van 16 en 17 jaar maximaal 2 jaar. Volwassen strafrecht is voor iedereen ouder dan 23 jaar. Hier ligt de focus meer op straffen. Er wordt vaak harde straf uitgedeeld, zodat de verdachte het niet nog een keer doet. Deze straffen zijn boetes, taakstraffen en gevangenisstraffen. Bij jongeren van 16 tot en met 23 wordt per geval gekeken of er sprake is van jeugdstrafrecht of volwassen strafrecht. Rechters proberen zich hierbij zoveel mogelijk te verplaatsen in het ontwikkelingsniveau van de verdachte. Deze vorm van strafrecht wordt ook adolescentenstrafrecht genoemd. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.